Stichting Stadsherstel is bezig met de restauratie, althans eerst slopen en dan restaureren, van het voormalig VVV-kantoortje uit 1952. Na de restauratie is er een huurder, de familie Op het Hof, die hier op de Veemarkt altijd staat met een grote oliebollenkraam, gaat het gebruiken als verkooppunt voor oliebollen en appelbeignets en meer van dat lekkers. We zijn er al in 2017 naar gaan kijken. Ontdekte al snel dat het eigendom is van de gemeente. Het werd op een gegeven moment aan zijn lot overgelaten omdat de gebruiker stopte met de cafetaria. Een heel fijn traject geweest. Alle behulpzaamheid hebben we ontvangen. En het juridische deel is nu dat wij een recht van opstal hebben voor het pand. En op het moment dat de restauratie klaar is, wordt het ook in eigendom overgedragen aan de Stichting Stadsherstel. We hebben een lijstje met panden waar we graag wat mee zouden kunnen doen. Dat kan niet altijd. Toen dit VVV-kantoortje werd verlaten, zijn we gaan praten. Kwamen we al snel uit bij de gemeente en begonnen de gesprekken. En dat is op dit uitgeduid. Er wordt nu gesloopt, het wordt schoongemaakt. Wanneer gaat het open? Wanneer de restauratie klaar is. Daar moet je bij Peter Dikker voor zijn. Die is van de Vree en Sliepen geweest. Heeft er erg veel verstand van. Ik denk dat we... Nou, met Corso zijn we nog niet open. Maar wel in het najaar. Want de familie Op het Hof wil hier wel appelbollen en oliebollen verkopen. Het is neergezet in 1952, als ik het goed zeg. Als VVV-kantoor. Dat is de oorspronkelijke. En die plaatjes buiten kunnen er ook af hier. Als je voorzichtig wil doen, het beton een beetje intact wil laten, want dat is natuurlijk dat we de behouden laten. Wij hopen en er gaan ons uiterste best voor doen om het voor de kerstmis klaar te krijgen. In dit jaar. Nou, er moet nog een stukje gesloopt worden, zoals je ziet, gedemonteerd worden. Dan gaan we nog wat historisch onderzoek doen. En daarna gaan we de architect vragen, die komt donderdag, om de tekening mogelijk aan te passen. Dan gaat het vergunningstrekje bij de gemeente, dus we hopen dat binnen 2-3 maanden de vergunningen er zijn. Dan moeten de aluminium puien, of de stalen puien, moeten gemaakt worden in de fabriek, handwerk. En die moeten geplaatst worden en natuurlijk wat voorzieningen voor de nieuwe huurder aangebracht worden. En dan kan het in gebruik genomen worden. Hoe staat het met de financiering? Wij betalen dat zelf uit onze kas. We hebben een aantal sponsors, mensen die daar privé geld in steken. En zo krijgen we het rond.